In dit filmpje ga ik laten zien hoe bijdrage e-mailen werkt. Deze functie is niet zo heel erg bekend en werkt alleen maar als je een document in je MineDrive hebt staan. Wat dit doet, is het zorgen dat ik een bericht kan sturen naar iedereen waarmee dit document nu al gedeeld is met bewerk- of reageerrechten. Om dit te doen, ga ik naar bestand en naar bijdragers e-mailen. Ik kan dan een bericht invullen, eventueel onderwerp aanpassen en aangeven naar wie het moet worden verstuurd of niet. In dit geval kies ik ervoor een kopie naar mezelf te sturen, zodat ik kan laten zien hoe de ontvangers het te zien krijgen in hun mailbox. Het mailtje dat mensen binnenkrijgen, staat de tekst in die ik erin heb gezet met een link direct naar het document. Het zorgt ervoor dat mensen dus meteen de feedback kunnen toevoegen aan het document waar jij wil dat mensen op reageren. Dit kan ontzettend handig zijn, maar werkt dus alleen met documenten die in MineDrive staan. Zaken die in de TeamJar staan, daarbij zullen ze zien dat je de bijdragers e-mailenfunctie niet kunt gebruiken. Was het filmpje nuttig? Deel hem dan vooral met je collega's. En wil je meer weten of heb je interesse in een training van ons? Kijk dan op onze website cloudwise.nl/academy.